Toivonen. Met een beetje geluk. Adjiloren. Nou, uiteindelijk wordt hij een keer vastgehouden inderdaad. Door Lens, goed gezien door Bossen. Te vinden. Om het spel vorm te geven bij PSV. Hier is hij weer. Niet langs Adjiloren. Zo. Een paar duwen. Daarbij is er een aantal kwijt. Van Bommel legt klaar. Komt daar weer eens een doelpunt van PSV? Nee. Want Adjiloren gooit zich ervoor. Toivonen kan er ook niet bij. Depay. Voor mij een vraag voor Pieter Vinkenweet. Burnett. En een minuut later had Bogason de goede mogelijkheid om 2-2 te zorgen. Maar Texera staat hier buiten. En kon er ook niet dwars doorheen natuurlijk. Doorgaan zegt Liesveld. Adjiloren sterk. Paas minder goed, anders is Kierm weg. En is Fuik. Maar de bal bij een ploeggenoot krijgen is deel 2 van het plan. En dat lukt niet. Goed werk Adjiloren. In de voeten bij Van Peppen. Kappelhof, balverlies bij Lieder. Maar nu komt hij Adjiloren tegen. Van Peppen. Koning aan alle onzekerheid een einde maken vlak voor tijd. Van Dijk. Zeefuik, 50% van de stemmen man van de wedstrijd. Kierum, goede bal. Maar daar is Van Peppen. Daarna toch Groningen dat gaandeweg steeds meer in de wedstrijd kwam. Via Kappelhof al een kansje had. Misschien nu Altidoor toch nog op slag van rust. Dan nog naar Gudmundsson. Geblokt door Burnett. Hoekschop, die mag nog genomen worden. Elm. Maher. En zo bij Adjiloren. Dat was er makkelijk over. Adjiloren door de benen bij Elm. En dan Maher die. En nu. Adjiloren. Ja. Dat is een goede paas. De Leeuw. En dan Texera. Bal geblokt. De Leeuw. En dan wordt het een. Schilder. Chatri. Moet het eruit zoeken met twee Groningers. Chatri. En Adjiloren. Zeefuik. Ruimte. Ruimte. Texera mee nu. Ruimte weg bij Zeefuik. Second on Thursday. Scored his first ever senior goal against Heracles. Well, he might have had three over the two games so far. Stenman into space for Tadic. Only Anderson to aim for. But this is a real opportunity. Tadic bites his time. And it's two. Ayelore slots in the second.